Goedendag, kijk naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We zien nog steeds een uitgestrekt bewolkingsgebied in de buurt van Nederland liggen, maar het is wel wat naar het westen opgeschoven. En daardoor kon vanmiddag in het zuidoosten en oosten de zon flink schijnen en werd het 21 graden. Ook vanavond vinden we in het oosten nog opklaringen, langs de westkust valt er een druppeltje regen of motregen. En dat geldt ook voor de nachtelijke uren, ook dan vooral in het westen en noordwesten af en toe wat lichte regen, elders opklaringen en temperaturen die dalen naar een graad of 13. Morgen overdag moet het regengebied langzaam de Noordzee optrekken. Vroeg in de ochtend in het westen, dus nog wat licht gespetter. Maar daarna wordt het droog en op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. En het wordt warm, in het oosten en zuidoosten zelfs 22 à 23 graden. Zaterdag keren de wolken en lichte regen vanuit het westen weer terug en is het vooral in de middag bewolkt. In de ochtend nog wat zonnig: temperaturen dan 16 tot 20 graden. Vanaf zondag draait de wind naar het oosten, de temperatuur begint dan te dalen, maar het wordt wel droog met geregeld zon. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.